goed zaken doen in Brabant. Nou, als één bedrijf dat serieus neemt, dan zijn jullie dat wel. Welkom Bart Leenders van het bedrijf Harry Leenders uit Oorschot. En jullie zijn kachelbouwers. Klopt, fikkiestokers, puur zang. Ja. Jullie haalden altijd de onderdelen uit het buitenland, China en dergelijke. Ja. En jij hebt op een gegeven moment gezegd, dit gaan we helemaal anders doen. Ja. We gaan alles uit onze eigen provincie halen. Exact, koopt in den vreemde niet wat de camper je biedt. Een beetje onder dat mom. Ja, en hoe heb je dat dan aangepakt? Wij zijn op zoek gegaan naar bedrijven in de regio die dat kunnen, uiteraard. En we hebben geprobeerd om die bedrijven zoveel mogelijk van dezelfde kachel te laten maken. Zodat ze ook die kachel beter begrijpen. En uiteindelijk was de bedoeling, en dat lukt ook steeds beter, dat ze kunnen meedenken in het ontwikkelingsproces. Was het moeilijk om die bedrijven te vinden die deze onderdelen kunnen leveren? Nee, dat is niet moeilijk. We zitten hier in de camp, is de kleinmetaal heel goed vertegenwoordigd. En we hebben fantastisch vakmanschap hier in de regio. Dus er is wat dat betreft echt geen reden om naar het buitenland te gaan op zoek naar een of andere toeleverancier. De belangrijkste reden is volgens mij voor andere bedrijven om wel naar het buitenland te gaan. En destijds was dat voor ons ook, waren de kosten. Lager loonkosten. Maar is die kachel dan niet duurder geworden door het hier te laten maken? Hij is niet goedkoper geworden, dat in ieder geval. Maar er zijn andere voordelen die eigenlijk volgens mij veel belangrijker zijn. Zoals? Vakmanschap, liefde voor het vak, het begrip, dat je elkaar veel beter begrijpt, dat je een toeleverancier kunt helpen, of dat een toeleverancier jou kan helpen samen een beter product te ontwikkelen. Dat zie ik ook terug in ons assortiment. Het is beter geworden, kwaliteit is beter geworden, verbrandingstechniek is beter geworden. Ik zal je een simpel voorbeeld geven. Ik was met mijn collega een haard aan het ontwikkelen en we hadden een idee. En wij bellen diezelfde dag, bellen we een toeleverancier, Jan. En wij leggen telefonisch leggen we uit wat we hadden bedacht. En omdat hij de kachel kent waarvoor we het ontwikkelden, had hij alleen nog maar even een handgemaakt schetsje nodig om te begrijpen wat we precies te begrijpen wat wij nodig hadden. En de volgende dag hadden wij dit onderdeel al in huis. Nou lijkt het heel simpel. Maar, en dat is het ook, uiteindelijk geworden. Ben je nou ook een soort Don Quixote die dat dan iedereen gaat vertellen in Brabant van ga meer met elkaar werken? Het is vaak een onderbuikgevoel waarom wij bijvoorbeeld regionaal zijn gaan uitbesteden. Want dat heeft in het begin een heel stuk meer geld gekost. En dan achteraf komen al die voordelen. We hebben ook achteraf ontdekt dat de toeleveranciers allemaal op een half uurtje rijden van ons vandaan zitten. En een half uurtje rijden komt ongeveer overeen met een dag lopen. Dat is heel filosofisch wat ik nou breng, maar die gemeenschappen die wij hebben, die hebben wij te voet opgebouwd. En misschien is het daarom wel dat wij elkaar zo goed begrijpen. Heel veel succes met jullie bijzondere kachels.